Nu dat u weet hoe het capaciteitstarief werkt, zullen we in een tweede stap inzoomen op hoe Smappi het piekverbruik kan monitoren en eventueel beïnvloeden. In de presentatie die volgt, gaan over een drietal mogelijkheden om dit te doen. Indien u al een digitale meter hebt, kan u via de website van Fluvius uw maandpieken opvolgen. Dankzij Smappi heeft u ook de mogelijkheid om dit op te volgen, ook al heeft u een analoge meter. Op deze manier bent u voorbereid op de impact bij overgang naar de digitale meter. De enige voorwaarde is dat uw Infinity installatie de import van elektriciteit uit het net meet en de eventuele export door zonneproductie. Voor de rest maakt het niet uit of u gebruik maakt van Infinity of een laadpaal met Infinity geïntegreerd. In het dashboard gaat u naar de kaart elektriciteitsverbruik of voegt u deze kaart toe. Alvorens een datumbereik te kiezen Voegt u de datawaarde import toe aan de kaart. Het is immers niet uw verbruik dat het capaciteitstarief bepaalt, maar wel hoeveel u importeert van het net. Als laatste stap kiest u het gewenste datumbereik en vergeet niet om bij de interval te kiezen voor 15-minuten waarde. Let wel op: voor de 15-minuten waarde kunt u maximaal 6 maanden terugkeren in de tijd. Indien u dus over een langere periode het piekvermogen wil bijhouden, zal u regelmatig even naar het dashboard moeten gaan. Nu krijgt u grafiek met de piekwaardes per kwartier. Dan is het nog even kijken op de grafiek waar de hoogste piek juist is. In dit voorbeeld is de hoogtepiek 4622 watt, of met andere woorden, de maandpiek voor die maand is 4,6 kW. Na het monitoren van het piekverbruik is er een tweede optie om het piekverbruik te sturen. Naast de voorwaarden om de geïmporteerde en geproduceerde energie te meten, is er een extra voorwaarde. Uw Infinity installatie moet immers uitgerust zijn met een Genius als gateway. Indien u een Connect als gateway heeft, is onderstaande procedure niet mogelijk. Als u een Genius gateway heeft, gaat u in de smapi app naar Beheer en kiest u voor automatiseringen. Hier voegt u een nieuwe automatisering toe waarbij de import van energie wordt gecontroleerd en er acties worden genomen indien een bepaalde waarde wordt overschreden. Een voorbeeld kan zijn dat u wilt zorgen dat uw piekverbruik niet boven 8 kW gaat. Een optie is dan om de limiet te plaatsen op een import van 7500w. De genomen acties kunnen eenvoudig zijn zoals het sturen van een bericht. Mits uw Infinity-installatie een outputmodule of Smappy Switch heeft, kan u er ook voor kiezen om een toestel uit te schakelen. In onderstaand voorbeeld sturen we een bericht en schakelen we de warmtepomp uit. Een groot verbruiker in het huishouden is een laadpaal voor uw elektrische wagen. Dankzij de slimme laadpalen van Smappi kan het verbruik van je laadsessie gespreid worden zonder de verbruikspiek van je capaciteitstarief te overschrijden. Het volstaat om de configuratie van uw netmeting aan te passen. Eenmaal het maximaal vermogen ingesteld, zal Smappi de laadsessie vertragen of zelfs tijdelijk pauzeren indien de ingestelde limiet zou overschreden worden. De vraag is natuurlijk hoeveel men kan besparen door het instellen van een lager piekverbruik en het laden van de elektrische wagen dus te spreiden in tijd. Laten we eerst uitgaan van de situatie zonder slimme laadpaal. De interne omvormer van de elektrische wagen heeft een maximaal vermogen van 11 kilowatt. Dit is dus ook het hoogste piekverbruik dat ik kan genereren. Eenmaal op de maand laden is voldoende om deze piek te bereiken. Met andere woorden, indien u iedere maand. Eenmaal uw wagen thuis laat, zal het gemiddelde piekverbruik ook 11 kW zijn. Gemiddeld betaalt u hiervoor 40,4 euro/slash kilowatt, of een jaarlijkse kost van 444,40 euro. Als u echter kiest voor een slimme smappie laadpaal kunt u instellen dat het piekverbruik niet boven een bepaalde waarde gaat. Dit kan bijvoorbeeld 6 kW zijn. Uw laadsessie zal hierdoor meer in de tijd gespreid worden. Maar zeker tijdens de nachtelijke uren is er voldoende tijd om een batterij op te laden. Met dezelfde redenering als een gewone laadpaal, zal het gemiddeld piekverbruik nu maar 6 kW zijn. Indien we terug het gemiddeld tarief toepassen, dan komen we nu op een jaarlijkse kost van 242,4 euro of een jaarlijkse besparing van 202 euro. Nog vragen over het capaciteitstarief en hoe je dit het best beheert via SMAPI? Aarzel niet om ons te contacteren.